Yo mensen, vandaag weer Arend Forest en ik breng jullie de eerste episode van AF Gamers Minecraft Adventure. Dus ik heb een wereld gemaakt en ik had al een huis uit dirt hier, zoals jullie misschien gezien hebben in de trailer. Mijn huis staat nog niet zoveel voor, gewoon dirt zonder dak met twee deuren. Dus we zullen even naar binnen gaan. Zoals je ziet, gewoon een bed, crafting table en dat is alles. Ziet er niet echt mooi uit, maar dat verandert nog wel in de volgende episodes. Dus hier even. Sticks maken. Ja. Ik had Minecraft net gedownload op de PC. Of net. Niet echt net. Enkele dagen geleden. Ik heb eerst de demo gespeeld. Vond het leuk. En dan ja, heb ik het gedownload. Helemaal. De echte versie. Ik denk dat ik wel geen multiplayer filmpjes zou kunnen uploaden. Omdat ik heel slecht internet heb bij mij thuis. Maar singleplayer kunnen we altijd doen. Zoals nu, een episode maken of zo, dat is ook altijd leuk. We moeten een soort ook maken voor de zekerheid, want in de grot die je daar zag zitten er zombies. Zo. Dat hebben we dan ook al in een beetje decoratie, kan nooit geen kwaad. Flowers. Zo. Zo. Oh, chicken. Even wat cobblestone mine. Dat is altijd handig, cobblestone. Heb je zeer veel nodig. Mine. Oh, fuck. Zombie. Oh, damn it, ja. Brand tot de dood. Oké, ik ga zo doodgaan. Oké. Rotten flesh. Het zijn net hersentjes. Oké, daar zijn nog zombies. Ik zou graag eens van die midget zombies zien. Want op de Xbox heb je dat niet. En op de PC wel. Dus ik zou ze graag eens zien, die midget zombies. Dat lijkt me nogal grappig. Even kijken hierheen. Of er nog chickens zijn vervoed, ja, daar. Zoals je ziet, ik kan niet zeer verre afstand kijken, maar dat is omdat mijn PC niet de beste... Oh, arrows. Omdat mijn PC niet de beste is. En ja, ik niet wel dat het heel hard laagt, dus... Nu valt het nog mee van laag. Valt eigenlijk zeer goed mee. Daar ga je. Zo'n even een fornuis maken. Ja, net genoeg. Mooi. En die zetten we hier mooi naast. Bam. Fantastisch. Oké. Goed, ik heb nog wat cobblestone nodig, denk ik. Zo, ik ga... Oh, zombie. Zombie, damn. Oké, ik moet weg. Ik moet hier weg. Snel naar binnen. Binnen. Hij is dood. Rotten flesh. Oké, fantastisch. Hier zullen we wat minen om iron of coal te vinden. Een beetje minen. Ik heb nog geen shovel gemaakt, maar met de hand had het ook snel, hè.
Niet zo snel, maar... Jee. Daar heb je stone. Oké. Let's mine. Oh, iets te vroeg. Oh, en daar heb je iron. Ja, iron. Fantastisch. Iron, ja. Goed, oké. Okay. Dat, ja, nee. Met een wooden pickaxe zal ik dat niet kunnen minen. Ik zal een andere pickaxe moeten vinden. Nee. Dus, oké, okay, even hier kijken. Nee. De blokjes wegdoen. En deze. En dan zal ik, een stone pickaxe gaan maken. Om het iron te minen. Rotten flash hier nog van de zombies. Rotten flash heb je eigenlijk voor niets nodig. Tenzij je echt in hongersnood zit. Dan moet je dat wel eten. Soms, ja, kan je het eten. Maar soms is die hungerbar zeer, gaat die hungerbar naar beneden. En ga je dood. Dus ja. Hier hebben we stone pickaxe. We zullen even gaan minen. Kom hier, my iron. Even dit eerst. Zo. Iron, you're mine. Dit even weg. Oeh, nog meer iron. Gravel, weg. Kijk, gravel is weg. Oh, nog iron. Nice. Oh, nog iron. Jackpot. Oké, dat is alles. Oh. Jammer. Maar het is al goed. We hebben er al enkele, dus ik ben blij. Zo, daar gaan we. Pew, 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 pew. Pew, pew. Even. Zo. Mining, mining, mining. Mining, mining. Mining, mining. I love mining. Oh yeah, mining. Yes, mining. Ooh, mining. 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 Oké. Okay. Laten we terug omhoog gaan. Oh. Mijn hungerbar is low. Oh god, niet goed, niet goed. Eten. Ik denk dat dit nog... Ja, chickens. You save me. Snel. Eat. Dat was close. Oké. Wooden sword. Sword. Wooden sword, man. Oké, hierop. We moeten wat food hebben. Dus even langs hier aan. Moet chicken. Ik zie jou wel. Die chicken. Prachtig. Oké, we moeten nog meer voet hebben. Wood. Even deze boom hier. Voor wat wood. Ik vind Minecraft echt een fantastische game. En ik raad mijn episode zeker aan mensen die ook Minecraft spelen. Minecraft is een fantastische game. Je kunt doen wat je wilt. Dat is het leuke eraan. Je moet geen
bepaald verhaal volgt of zo, zoals in de meeste games. Oké, begint het nu nacht te worden? Ik denk het wel. Best even naar huis gaan. Mijn huis ziet er echt walgelijk uit. Oké, de mobs kunnen ook dus gewoon zoals ik doe net. In mijn huis springen. En dan ben ik gejost. Oké, dus even dit laten koken. Cook a chicken. We kunnen slapen. Slapen. Op de Xbox kan je niet leave bed doen. Of ja, je kunt wel, maar het staat daar niet van onder. Dus. Yay. Wakey, wakey man. Oké, nice. Nu gaan we. Even hier. Climbing a mountain, man. Oké, die boom staat er nog half, de kruin. We moeten food vinden. We need food. Oh, chicken. Oh, chicken paradise. Oké, genoeg chickens hier. Die. Nice. Zoveel chickens op één plaats. Had ik niet verwacht, maar ik wil kou vinden. Hun vlees is veel beter dan chickens. Oké, nice. En ja, je level nog even opnemen. Ik ben al level 1 ondertussen. Redelijk goed. Nee. Als je de andere dragon killt, ben je in één keer level 79. Dus ja, dat is wel fantastisch. Oké, even dit combine. Even dit coal mine handen voor in de furnace. There you go. Je hebt wel een voordeel met coal, dat zit altijd in redelijk grote groepen. Minimum met 4 coalblokken tezamen. Dus als je coal vindt, heb je er genoeg voor enkele dagen. Oké, dat is het. We zijn hier weg. Oké. Ik weet niet of het jullie al opgevallen is, maar ik gebruik een andere texture pack. De John Smith texture pack. Oh, sheep. Ik kan hier 2 bedden mee maken dan. Oké, dus de John Smith texture pack. Ik vind het leuker om deze texture pack te gebruiken. Omdat, ja, we hebben zoveel de normale texture pack gezien op YouTube. Iedereen gebruikt hem. En ik wou eens wat anders, dus de normale. De John Smith texture pack heb ik gekozen. Ik vind dat hij er fantastisch uitziet. Mooi afgewerkt en zo. Beter dan de normale. De normale is ietsje kinderachtig, vind ik. Niet echt realistisch. En deze wel, dus. Ik heb het liever wat realistisch Minecraft. Is altijd leuk. En hier heb je kool. Bam. 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 Oeh, dit is veel kool. Super veel. Oké, we hebben zeker kool genoeg voor eventjes. Let it go on, baby. Oké, weg hier. Go, 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 go. Sprint. Zou ik deze 3 nog? Ja. Is het hier al de jungle? Er hangen al vines aan de trees en zo.
niet dat dat daarom de jungle is, maar in de jungle hangen er ook veel vines. Ik was namelijk gespawned in de jungle. En ja, het was echt, het was zeer moeilijk om uit de jungle te geraken. Ja, ik zat echt vast. Ik heb een soort van kasteel gevonden met levers. Ik weet niet wat het kasteel met levers is in de jungle. Als jullie het weten, zeg het mij gerust in de comments. En dan zal ik dat nog eens gaan bekijken, dat kasteel met die levers aan de muur. Zo. Ik heb ook zeker genoeg eggs. Dus, even langs hier. Nog een chicken. I will save you, little chicken. Oh, apple. I like apples. Oké, daar zag ik in die grot in een spider zitten. Oh, zombie. Oh. Run back to your house, bitch. Oké. Er komt een zombie. No problem, die brandt. Die brandt tot de dood. Even het kool. What the fuck. Kijk, mijn deur is kapot. Die zombies hebben mijn deur fucking kapot gemaakt. Oké, ik moet echt een iron door hebben. Dan kunnen de zombies dat niet meer kapot maken, want nu is het nachts. Ze komen gewoon die deur kapot maken en ze vallen binnen en ze pounden jou. Niet echt vriendelijk, maar ja. We gaan nog furnace maken. Woe. Oh, shift clicking like a boss. Bam. Oké. En een chest om alles in te steken. Zeer belangrijk natuurlijk. Oké. Ik zal deze episode zo kort mogelijk proberen te houden, rond een half uur. Ik vind dat nog kunnen voor een episode rond een half uur of zo. We zitten nu ongeveer aan 20 minuten, denk ik. Ja, zoiets. Ja. Ik vind mijn huis eigenlijk er walgelijk uitzien. Omdat, ja, het is echt dirt. Maar ik denk dat ik voor de volgende episode wat... mijn huis wat zal veranderen als ik het niet record. Ik weet niet wat jullie liever hebben, dat ik echt alles record. Dat kan dan wel wat langdradig worden, maar als mijn kijkers het liever hebben, doe ik het. Of hebben jullie liever dat ik sommige saaie dingen niet record, maar dat ik het dan snel eens toon achterna. Schrijf het in de comments, zou ik zeggen. En dan doe ik wat jullie goed vinden. Dus even wat junk in deze kist smeten. Iron ingot, oh my god. Ik ga zo'n iron doormaken. Zo. Chicken. Oké, chicken heb ik nu genoeg. Het is nog niet zoveel, maar ik heb er genoeg om te overleven. Hè. I can survive. Oké. Even iron door. Bam, daar heb je. Iron door. Iron door kan je niet gewoon open doen zoals een wooden. Je moet een button hebben om erop te klikken. Om hem open te doen. Of een pressure plate. Ik ga kiezen voor een button van de buitenkant en een pressure plate van binnen.
Omdat, ja, een button is beter. Daar kunnen de mobs niet op drukken. En een pressure plate als er een zombie vanuit die grot komt daar. En gewoon op de pressure plate loopt, kan hij gewoon naar binnen lopen bij mij. Dus ja, daar een button buitenkant, pressure plate binnenkant. Ik zou wel een dak maken in de volgende episode of zo. Dat de mobs niet zomaar binnen kunnen springen. Want het is wel wat irritant. Oké, hier van buiten. Ziet er nog mooi uit. Met deze texture pack. Open en dicht. Je kunt hem niet meer open doen van binnen. Dus zal ik een pressure plate maken. Ik denk dat ik stone nodig heb. Voor die pressure plate, ja. Oké, dus hier heb je stone nodig. Nee, ja, dat is maar stone. Nee, maar cobblestone. Even dit land smelten. Dun, 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 dun. En het wordt stil aan nacht. Denk ik. Ach, ik zal... Oh, de bloemen. De bloemen. 1, 2. Perfect. Oké, kom hier, pressure plate. 1, 2. Pressure plate. 1, 2, pressure plate. Die leggen we mooi hier. Zie zo. Prachtig. Kun je makkelijk naar buiten lopen en goed naar binnen komen, hè? Zo, zo, zo. En nu slapen. Sleep, sleep, sleep. Morgen. Oké. It's morning, man. Even. Shovel. Oké. We zullen wat zand gaan halen om glas te maken. Het dak wit glas. Oh, en daar heb je weer super veel kool. Even dit eitje opnemen. Een chicken doen. Oké. Zoals je ziet, nu zit er wel wat lek op. Even dit zand wegdoen. Het gaat zeer snel en dit is nog maar een stone shovel. En het luikt super hard. Ook weer fantastisch. Even deze bloks opnemen. Zo. Bam, 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 bam. Oké. Prachtig. We doen het zeer goed. Oké, onder water gaat het 1000 keer trager. Dus blijf boven water, Arend. Een inktzaak. Zo. Heb ik een inktvis gedood? Nee, toch. Denk het niet. Toch maar eens onder water. Nice. Hier gaan we. Dat ook nog even meenemen. Zoveel mogelijk zand. Omdat we, ja, zoveel mogelijk glas willen om het dak op te vullen. En misschien ook nog een raam te maken langs de zijkant of zo. Dat zien jullie allemaal in de volgende episode. Ik zal het bouwen als ik niet record en jullie zien het resultaat in episode 2. Hè. Als dat goed is. Ik heb nog een beetje zand hier. Niets laten liggen. Zo. Wat heb ik? Oh, 63 cent. Nou, dit moet ik opnemen voor 64. Come on. Oké, dan niet. Dan niet. Ja, en nu pakt het hem wel op. Oké. We hebben 1 stack en 1 blokje cent. Even dit wegmaaien.
kool is altijd handig. Tenzij je echt 10 stacks of zo hebt, dan zou ik het niet meer minen. Gewoon wachten tot je nog maar 2 stacks of zo hebt en dan weer wat beginnen minen. Zo, dat was al de kool. Niet zodanig veel. Daarboven heb je er nog. Zullen we ook even gaan halen. Dun, 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 dun. Weer klimmen op een berg. Oh, dat doe je met een shovel. Zo. Kom hier, kool. Je bent van mij. Yeah. Praat. Oké. In dit. Mijn mine. Ik ga dan ook eens een episode doen waar ik ga gaan minen. Waar ik mijn eigen mine maak. Ik maak mijn mine in een soort van trapjes tot aan de bedrock. Dan ga ik er een stuk of 10 omhoog. En mine ik daar wat rond. Daar kun je diamond vinden, zeggen de meeste mensen. Ik hoop dat ik diamond vind dan, hè, de volgende keer. Back to the house. En ja, oké. Oké, binnen gaan is niet mijn beste vak met zo'n button. Heb ik al gezien op Minecraft en Xbox. Oké, goed zo. Ja, eindelijk. Oké, ik denk dat ik deze episode ergens hier zal stoppen. Omdat, ja, het is bijna een half uurtje, 27 minuten nu. Dus ik zal hier ergens stoppen. En dan zie ik jullie in mijn volgende episodes. Ik hoop dat jullie liken, subscriben, comment. Als jullie iets te zeggen hebben over mijn Minecraft-serie of zo, zeg het gerust. En dan antwoord ik erop. Dus dit was mijn eerste episode. Ik hoop dat jullie ervan genoten hebben. Tot de volgende. Adios.